Het ministerie van Onderwijs wil voorkomen dat wanneer de scholen opengaan, er een piek ontstaat van positieve COVID-gevallen. Minister Marie Leven zegt dat het ministerie leert van wat er gebeurt in de rest van de wereld. Wanneer de school begint, zullen er per les 10 kinderen in een lokaal zitten. Met die bezetting is er genoeg ventilatie in de klassen. De aantallen blijven dus heel klein voorlopig. De instructies met betrekking tot de grootte is wel zo dat de schoolhoofden en de directeuren moeten kijken naar de omstandigheid. Want als je bijvoorbeeld een hele kleine klas hebt, dus een heel klein lokaal, dan kan je soms maar 8 kinderen in. Heb je een heel groot lokaal dat groter is dan 7x7, dan kun je soms 1 kind er extra bij. Maar het aantal is 10 in een klas van 7x7. Dan heb je het probleem van, als je dat doet, kunnen de kinderen niet elke dag naar school. De kans is dat ze maar 2 dagen per week naar school kunnen. En dan moet er thuis gewerkt worden. En voor dat thuiswerken is er een heel team aan het werk geweest, ook in de vakantie. En er zijn dus speciale programma's ontwikkeld, meer met betrekking tot wat is werkelijk mogelijk. Leven zegt dat er rekening gehouden moet worden met wat er gebeurt in Suriname. Vooral als het ministerie door wil gaan met het afstandsonderwijs. Er is niet overal internet en er is zeker niet overal elektriciteit. Dus we werken niet vanuit één niveau. Er zijn verschillende vraagstukken die op verschillende momenten spelen in verschillende plekken van Suriname. Suriname is geen Paramaribo. We hebben de afgelopen 2 maanden van alles meegemaakt, wat normaal is. En eerlijk gezegd, wij raken nooit in paniek op het ministerie van Onderwijs. Als er bijvoorbeeld in Marowijne is langer gesloten geweest dan andere districten, dan maken we daar een speciaal programma voor om in te halen waar mogelijk. Stoelmans Eiland, het vliegtuigje vertrekt niet op de dag waarop het examen gedaan moet worden. Geen paniek, we gaan het oplossen. We lossen het op een manier op die in het belang is van de kinderen. Nu horen we bijvoorbeeld dat Apura in een lockdown situatie zit. Geen paniek, het meest belangrijke is de gezondheid van de mensen op Apura. Dat gaat voor en het ministerie van Onderwijs zal er alles aan doen om op een voor de kinderen zo gunstig mogelijke manier toch het schooljaar zinvol te laten zijn. Dat was minister Marie Levens van Onderwijs. Ze sprak gisteren op de COVID-19 persconferentie. Ze gaf aan dat de scholen zullen beginnen met inachtneming van de COVID-19 maatregelen.